bij Delfshaven TV. In buurtcentrum De Put is er echte Nederlandse gezelligheid. Each day I'll do a golden deed by helping those who are in need. My life on earth is but a span. Je bent even bezig weer. Ik bedoel, je hebt wat omhand. Ik ben Wim Otte. Hoe is het nou om in De Put te zitten? Heel gezellig. Ik verlang daar iedere vrijdag naar. U bent verantwoordelijk voor de spekjes? Nee, ik ben overal verantwoordelijk voor. Echt. En hoe vindt u het in De Put? Ja, het is eerst mijn betaalde baan geweest en nu is het gewoon vrijwillig werk. Het is eigenlijk, het rolt door, hè, want je kan niet zonder de mens eigenlijk. Dat is het gewoon. 15 kilo aardappelen. Want hoeveel bezoekers komen hier over het algemeen? Gemiddeld dus 25, 26. En dan nog 17 mensen dus die het afhalen. Middags. Ik begrijp dat u vroeger nog bij de deelgemeente heeft gewerkt. Ik heb niet gewerkt, maar wel invloed op gehad. In wat voor zin? Als krietenkaster. En wat vindt u ervan, hoe het de laatste tijd gaat eigenlijk, de deelgemeenteweg? Ik ben altijd tegen de deelgemeente geweest. Want de deelgemeente was opgezet om de mensen bij de politiek te betrekken. En toen zag ik al aankomen dat het niet gebeurde. Dus in Rotterdam-West, Delfshaven, is als laatste overgegaan tot deelgemeentegebied. Maar het kwam allemaal uit. Het is helemaal een fiasco geworden, heel die deelgemeentebestel. Maar ik zeg al, als ik het niet lust, dan kom, of niet goed is, dan kom ik niet meer terug. Lussen zou nog wel gaan, maar als het niet goed klaargemaakt is, dan zeg ik. Ja, maar je moet gewoon eten wat de pot schaft. Dat heeft u toch wel geleerd? Mijn moeder heeft me wel geleerd, maar tegenwoordig mogen we alles zelf. Want wat maakt het zo gezellig? Onder elkaar weer bekenden zien. Ik woon al van 1950 in Oud-Mathenesse. En ik ben nu 2 jaar alleen. En ik heb de gezelligheid opgezocht, maar ik heb het vreselijk naar mijn zin. Mensen met kinderen, die komen hier hun verjaardag vieren. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Dan krijg je een heel groot kinderfeest. En dat heb je meestal in de woningen. Dat lukt dat niet altijd. Maar ja, die lange dan, mijn dochter, die regelt het allemaal. Want die is zelf ook oppasmoeder. Maar dan wint hier alles hoor. Zodoende. U vindt het beter dan een restaurant? Ja, nog beter als een restaurant. Dus zodoende. Maar waar zit het hem dan in? Gewoon klaarmaken. En het smaakt me altijd. En je hebt hier natuurlijk ook veel meer contact dan in een gewoon een restaurant. Ja, je ziet mensen, je zegt gedag en. Je zit een beetje tussen Schiedam en Rotterdam in, hè? Ja, dus een beetje op de grens. En waar kiest u dan voor als u naar het centrum gaat? Ja, daar ga ik wel naar Schiedam toe. Maar ja, omdat ik daar beter kan lopen als op de Grote Markt. Heeft het gesmaakt? Heel lekker zelfs. Daarvoor kom ik hier graag. 10 middengriffel hoorde ik. 10 middengriffel. En daar zegt die meneer en een zoen van de meester. Heeft het gesmaakt, mevrouw? Heel lekker. Fijn weekend.
hebben alle wijkcentra in Delfshaven open dag. Vanaf 2 uur kunt u gratis een drankje komen drinken. Deze week nu in Wat Praat Moederdag. Doe jij iets aan Moederdag? Hier niet wel, maar ik heb wel in India gedaan. Ja? Is het vieren ze in India Moederdag? Want dat weet ik ja, wel. Moederdag, Vaderdag, Opa-dag, Oma-dag. Echt waar? Heb je dat ook? Alles, alles hoor. Ben jij moeder? Ik ben moeder, ja, van een hele mooie dochter van 18. Oké, okay. En doet die iets aan Moederdag, die hele mooie dochter van 18? Ja, ze wil dan wel cadeautjes kopen, dat wil ik niet. Vind ik te commercieel, maar ik krijg wel elk jaar een ontbijt op bed met een roos erbij. Eigenlijk zou ik een cadeau voor mijn moeder kopen. Ja. Yeah. En gewoon even met elkaar samen uitgaan of iets wat leuks doen. Maar kan je net gewoon cadeau kopen. Ja? Dat is toch moederdag. Je moet toch iets leuks kopen of een ketting of zoiets. Toen ik jong was, toen bestond het nog niet, hè? Is dat zo? Hoe lang bestaat moederdag, weet je dat? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk toch ja, misschien 30 jaar of 40 jaar. Nou, nee, langer. Want toen ik op school zat, toen moest ik al moederdagscadeautjes gaan knutselen. En ik ben... Je komt eens kijken. Ja, zo leuk. Ja? Zo, jij vindt het eens een keer wat leuk. Ja, tuurlijk. Je moeder, dat heb ik vorige week al gezegd, hè? Alleen je eigen dierbaren. Ik kan er niks meer aan doen. Ja, maar vind je het een nuttige dag, moederdag? Jawel. Ja? Jawel. Heb je het vroeger wel gevierd? Ja, zeker. Ja? En wat deed je dan? Nou, even een presentje kopen, hè. Ja. Zoals altijd. Ben jij moeder? Ik was moeder, ja. Wordt er ooit iets gedaan voor je met moederdag? Ja, altijd. Ja? Waarom? Omdat meestal, moederdag ben ik nog jarig ook. Ze oh, zo. Ja. Nee, maar eigenlijk is dat dan best wel lullig. Want dan doen ze alles op één dag en anders ja. Zou je 2 feesten hebben. Maar ik vind het ook goed. Maar jullie vieren moederdag wel? Ja, toch. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ik kom uit zelf Bulgarije. Ja? En we vieren daar ook moederdag. Dus. Oké, okay, dat is in Bulgarije ook? Ja. Ja, tuurlijk. Ja? En wat ga je dan doen met je moeder? Cadeautje. Oep. Ja? Voor kinderen is het wel leuk. Ik weet ook nog dat mijn kinderen voor mijn vrouw, als moederdag was, hadden ze een gedichtje en een dingetje geknutseld op school. Ja, dat is verplicht hoor, dat moest ik ook altijd doen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar je viert moederdag wel? Nou, boef, zoals de bloemen. Ja? Jawel. Krijg ze wel? Jawel, jawel. Ontbijt je op bed? Wil ik ook wel doen, maar ik woon niet thuis. Dus, dus voordat ik ben... Dus gewoon vroeg opstaan, toch? Jawel, dat wil ik ook wel doen. Ja, boy. Of smiddags wat eten, is ook goed, toch? Ik doe eigenlijk elke dag een moederdag. Ja. Maar toch, het is een dag dat de meeste mensen herinneren. Ja. Dat door hun moeder, en ze zijn hier op aarde gekomen. Je zet je altijd je moeder in het zonnetje? Ja, mooi, natuurlijk. Hè? Ja, is toch mijn moeder, dus ja. Altijd respect. Is het dan op dezelfde datum als hier of is dat een andere dag? Apart datum, apart datum daar, ja. Je vader, je moeder is het mooiste wat je hebt. De enige die je altijd kan vertrouwen. De enige die je nooit hebt belazerd. Dat hoop je dan maar, niet iedereen heeft zulke ouders. Ja, dat klopt, bij mij wel. Ik praat voor mezelf, daar heb je gelijk. Tot zaterdag blijft de Dreams for Africa Chair nog in het zakkendragershuisje. Deze speciale stoel reist de hele wereld over. Goedemiddag, mijn naam is Anja Enkhuizen. Ik exposeer in het zakkendragershuisje met Salon d'Afrique. En Salon d'Afrique die heeft allemaal mooie kunst en fashion van de Afrikaanse stoffen. De Afrikaanse stoffen zoals deze sjaal bijvoorbeeld. En nu heb je vanavond een special event. Ja, special event. Vandaag is de droomstoel afgeleverd. Dit is een droomstoel uit Zuid-Afrika die deze maanden door Nederland reist. Door Europa reist, maar deze maand in Nederland is. En eind mei weer doorreist naar Duitsland. De stoel is gemaakt in Zuid-Afrika door een vrouwenproject. En de dames hebben samenwerking heel hoog in het vaandel staan. Dus ze hebben met elkaar, hebben ze met allemaal kralen en stofjes de stoel in elkaar gezet. En vanavond komt de voorzitter van Stichting Zulu Aid. Dat is mevrouw Sandra de Vries. Die komt hem presenteren en die komt ook de filosofie achter de stoel helemaal uitleggen. Ik ben Sandra de Vries. Ik ben voorzitter van Stichting Zulu Aid. En Stichting Zulu Aid ondersteunt het Heelkruis Aidcentrum in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. En nu zijn jullie hier met een droomstoel.
Wij zijn hier met een droomstoel die speciaal hier in Nederland is gekomen uit het Hilkers Eetcentrum Zuid-Afrika. En wat is nou de droomstoel? De droomstoel die gemaakt is door 160 vrouwen die met het HIV- en AIDS-virus in aanraking zijn gekomen. En wat beeldt de stoel uit eigenlijk? De stoel beeldt uit dat de 160 vrouwen een idee hadden om een droom te verwezenlijken, een droom voor een betere toekomst en een symbool van hoop. En met elkaar hebben ze in 6 weken tijd deze stoel gemaakt. Ze hebben allemaal een klein stukje gemaakt van kraaltjes, daar de stoel mee bekleed. En toen ik klaar was, hadden ze iets van deze stoel. Is de bedoeling dat hij over de wereld gaat reizen en dat iedereen zijn droom erin kan vertellen. Net zoals dat wij dromen op een wereld zonder AIDS. En gaat het dan voornamelijk over AIDS of iedere droom is eigenlijk welkom? Iedere droom is welkom. Daar is hij echt voor bedoeld. Dus iedereen kan in de stoel plaatsnemen en kan zijn droom vertellen, zijn verhaal vertellen. Maar hun droom is gewoon dat er straks de wereld is zonder AIDS. Woensdag hebben we hier altijd stitchen en bitchen. Dat is breien, haken, naaien en vooral heel veel bitchen. Maar eigenlijk is het ook meer een sociale functie wat die woensdagavond hier in het Zakkendragershuisje heeft. Er komen mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in Afrika, maar er komen ook mensen uit de buurt, zowel jongeren als ouderen, ook wel van verschillende culturele achtergronden, die komen hier handwerken. En we leren heel veel van elkaar, we delen dingen met elkaar. En juist dat delen ook, dat brengt het weer terug bij deze stoel. Want de dames die de stoel hebben gemaakt, die zijn natuurlijk aan het craften, aan het handwerken. Maar de filosofie, een gedeelte van de filosofie erachter is, dat je dingen samen deelt. En dat je samen verder komt. Want je kan wel in je eentje zo'n stoel maken, maar als je het samen doet, dan gaat het beter. En dat is dan de achterliggende gedachte bij de dames van de stoel. Want er hebben bekende mensen al in de stoel gezeten, zoals Desmond Tutu. Die heeft zijn droom uitgesproken. De brandweermannen in New York hebben hun droom uitgesproken. En nog meer bekende mensen, maar ook onbekende mensen hebben hun droom uitgesproken. En daar is een kaart van gemaakt en dat staat ook in het boek. Delfshaven is. Wat betekent Delfshaven voor u? Kun je vertellen wie je bent? Lorena. Als ik zeg Delfshaven is, wat zeg jij dan? Delfshaven is een heel erg leuke plek om mee te spelen en om te wonen. Wie ben jij? Ik ben Eliana. Wat vind jij van Delfshaven? Ik vind het een hele leuke straat en je kan er leuk mee spelen. Dat was het. Ja, ik zou wensen gewoon iedereen zeggen van Delfshaven is gewoon een mooie wijk. Ik heb heel veel lof voor Delfshaven. Het is gewoon een wijk van kom gewoon genieten hier. Er is van alles te doen. Activiteiten soms in de zomer voor de kinderen. Wij zetten ook activiteiten, barbecue, van alles wat. Dus gewoon lof voor 010. Dit was het weer voor vandaag. Volg ons ook via YouTube, Twitter en Facebook. Donderdag is er weer een nieuwe uitzending. Tot dan. Come fill up your souls with our blessings. And hold up your hands to the sun. Let the whole world know you're out there. High in the heart. Ladies and gentlemen. Spins that summer.